Veel mensen hebben de droom om miljonair te worden. Jij vast ook. En ik denk ook zeker dat het jou gaat lukken. En dat klinkt misschien heel geweldig, maar eigenlijk valt het heel erg tegen. Maar miljonair worden wordt ook steeds simpeler. Het wordt steeds makkelijker. En dus ook meer mensen zullen miljonair worden. Alleen ga je er niet per se in koopkracht heel veel op vooruit. Dus daarom noem ik het eigenlijk ook gewoon inflatie miljonair. Dus kijken we in deze video naar inflatie. En ook de impact op jouw salaris, op, op je huizenprijs. En op je koopkracht. En ik zal deze video ook afsluiten met hoe je wel ervoor kunt zorgen dat je juist je koopkracht ziet toenemen. Want op dat moment zul je pas echt rijk gaan voelen. Dus laten we beginnen met deze video. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Een kanaal waar we kijken naar geld en geld verdienen. En dan het liefste op een passieve manier. Een onderdeel daarvan is ook natuurlijk inflatie. Maar wat is eigenlijk inflatie? Kijken op de website van de Europese Centrale Bank, oftewel de ECB, dan zien we daar een uitgebreide uitleg van inflatie. Maar kort samengevat betekent het dat je vandaag minder kunt kopen voor 1 euro dan dat je gisteren of vorig jaar kon doen met diezelfde euro. Oftewel, door inflatie wordt de munt in de loop van de tijd minder waard. Dat zul je zelf vooral merken bij de wekelijkse boodschappen als je die doet. En als het je al opvalt, kon je vorig jaar je wekelijkse boodschappen kon je die afrekenen, had je alles bij elkaar, kost het je 50 euro. Nu zal dat bijvoorbeeld 52 euro kosten. Dus dat is het effect van inflatie. En een overheid of bijvoorbeeld de ECB die sturen aan op ja, 1,5 tot 2 procent inflatie per jaar. Dus uh, dat motiveert eigenlijk mensen om geld niet op de bank te zetten, maar het juist uit te geven. Dat is goed voor de economie. Het motiveert ook juist om te investeren, bijvoorbeeld voor bedrijven. Ook dat is goed voor de economie. En door geld op je spaarrekening te zetten en er dus niets mee te doen. En zeker met de huidige rente ook geen rente te krijgen. Dus eigenlijk alleen maar inflatie uh, werkt dan tegen je. Waardoor er in koopkracht ook op achteruit gaat. Maar dat is eigenlijk ook het doel en juist het effect van inflatie. En inflatie zien we optreden wanneer je geld uitgeeft. Op de uitgaven die je hebt. Dus het is ook belangrijk dat het geld dat binnenkomt, je inkomen. Dat het eigenlijk met hetzelfde percentage groeit. Dan spreken we dus natuurlijk over jouw salaris. En vaak zul je zien dat salarissen en verhogingen daarin. Vaak worden geregeld in een CAO. Dus het klinkt misschien heel erg leuk. Als jij vanuit de CAO 2% salarisverhoging krijgt. Maar als de inflatie ook 2% is, dan ga je er in koopkracht niets op vooruit. Of blijft het eigenlijk gewoon hetzelfde. En het zal zelfs vaak zo zijn dat de inflatie hoger is dan je loonstijging. Dus eigenlijk ga je er vaak qua koopkracht er juist op achteruit. Het CBS houdt daarvan data bij. Dus kijken we naar die data van de CAO-lonen en de consumentenprijzen. Dan zien we hier de CAO-lonen van de laatste 10 jaar. Dus van 2010 tot 2020. En het procentuele verschil ten opzichte van het jaar daarvoor. Wat we gelukkig zien is dat we sinds 2018 eindelijk door die 2% breken en zelfs in 2019 en 2020 dat we tussen de 2,5 en 3% per jaar erop vooruit zijn gegaan. Vergelijken we dit met de consumentenprijzen, oftewel hoeveel onze uitgaven in diezelfde periode zijn toegenomen, dan krijgen we het volgende beeld. Wat we dan zien is dat van eigenlijk de laatste 11 jaar het maar in vijf van de jaren positief voor ons is, namelijk in 2009, 2015, 2016, 2018 en 2020. En in de andere jaren zien we dus de CO-lonen ook wel stijgen. Maar zijn ze gelijk of minder dan dat de consumentenprijzen stijgen? Waardoor we er als werknemer dus eigenlijk niets mee opschieten of zelfs op achteruit gaan. En kijken we dus naar jouw salaris en naar de salarisverhoging. Maar ligt die gelijk met de inflatie van bijvoorbeeld 2%? Als we dan gaan kijken hoe lang het duurt om te verdubbelen, dan zul je zien dat dat binnen 36 jaar bereikt is. Dus nu ligt het gemiddelde, het modale inkomen, op 36.000 euro voor een gemiddelde Nederlander. Nou, over 36 jaar of 35 jaar. Zal de gemiddelde Nederlander dus 72.000 euro verdienen? Dat klinkt heel leuk, maar eigenlijk zijn we alleen maar meegegaan met de inflatie. En natuurlijk, het bedrag om miljonair te worden, dat blijft gewoon op 1 miljoen liggen. Dus als je dan een salaris van gemiddeld 72.000 euro hebt, wordt het dus eigenlijk makkelijker om miljonair te worden. En een bedrag van uitgaven die iets hoger ligt dan je wekelijkse boodschappen. En waar we trouwens ook te zeker te maken hebben met inflatie. Dat zijn huizenprijzen. Ook die zijn ja, eigenlijk de laatste tijd reizen die eigenlijk de pan uit. Dat heeft verschillende oorzaken. Denk zeker aan het vraag en aanbod. De lage rente van hypotheken natuurlijk. Maar zeker ten derde ook gewoon de inflatie die hier ook een rol speelt. Afgelopen maand waren koophuizen 16,3% hoger of duurder dan eigenlijk in dezelfde periode vorig jaar, waarbij de gemiddelde verkoopprijs inmiddels uitkomt op bijna 400.000 euro. En passen we hier diezelfde verdubbeling op toe die we verwachten vanwege de inflatie voor de komende 35 jaar, dan komt de, gemiddeld, uh, de waarde van een gemiddeld huis over 35 jaar uit op 800.000 euro, puur op basis van de inflatie van 2%. Houden we nog geen rekening met veranderingen in vraag en aanbod op korte termijn zul je bijvoorbeeld zien dat de vraag hoger blijft dan het aanbod. Het aanbod zal ook niet heel hard toenemen, omdat het een eerste tijd kost om huizen te bouwen. Maar zeker met de klimaatdoelen die we hebben, dat het ook lastig is om heel veel huizen te bouwen. Dat is ook niet goed voor het klimaat. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat juist huizenprijzen gaan dalen wanneer er een crisis optreedt. Maar kijken we meer op de lange termijn, dan zien we dat de vergrijzing toeneemt. Dat meer mensen op zichzelf willen wonen. Dus dat best wel een grote kans is dat huizenprijzen alleen vanwege de vraag die hoog blijft, Zullen blijven toenemen, dus de kans dat misschien 800.000 euro voor een gemiddeld huis dat is, misschien nog wel meer. En dan zul je alleen daarom al zien dat mensen: heb je een gemiddeld huis in bezit, dan ben je misschien dus al gewoon miljonair. Alleen dan praten we wel over 35 jaar in de toekomst. Maar dan komen we aan bij het onderwerp van koopkracht. Want zoals we hebben gezien, het kan wel zo zijn dat je in de toekomst een huis hebt met een waarde van 1 miljoen. Maar dan zit je waarde dus eigenlijk vast in de stenen, zoals ze dat noemen. Je kunt dat geld niet gebruiken omdat dat geld dus vast zit in je huis. Je zult je huis moeten verkopen. Om er daadwerkelijk 1 miljoen euro ter beschikking te hebben. Dus wat dan vooral belangrijk is, is dat je gaat kijken naar je koopkracht. Je kunt er dus in, ja, eigenlijk in salaris wel op vooruit gaan. Maar als de inflatie net zo hard of harder stijgt, ga er niet in koopkracht op vooruit. Dus het is vooral belangrijk om te richten op die koopkracht. Kijk niet alleen wat je salaris toeneemt. Maar wat voor impact heeft dat op wat je kunt doen met dat geld. Ga je er ook echt. Op vooruit kun je meer dingen kopen, heb je meer te besteden. En dan hebben we op dit moment ook nog te maken met een soort van corona-effect als we kijken naar de inflatie. Uh, dit zorgt natuurlijk voor een, ja, een tijdelijke verandering, laten we hopen, in de economie. Kijk, bijvoorbeeld vorig jaar, iedereen ging in één keer thuis werken. Daardoor was de vraag naar webcams, bijvoorbeeld, of microfoons, heel erg groot. En zag je als jij daar de prijzen heel hard omhoog gingen, soms wel meer dan verdubbelden. Dus dat ja, is een inflatie, tijdelijke inflatie van 100%. Soms komt het ook omdat het aanbod is afgenomen. Je hebt vast wel gelezen de laatste weken. Uh, wat het kost om een container van China naar Nederland te krijgen. Was dat vorig jaar nog 1000 euro per container? Nu is dat 14.000 euro per container. Daardoor zien we dat verschillende winkels nu al waarschuwen dat prijzen zullen gaan stijgen. De Action bijvoorbeeld, die allemaal goedkope spullen uit China haalt. Nou, vrachtkosten zijn een groot gedeelte van de kostprijs van zo'n product. En als de, kostprijs, of de vrachtkosten dus 14% duurder zijn, dan zul je dat zeker gaan merken in de winkelprijs. Maar denk ook bijvoorbeeld aan veel meubelzaken en speelgoedwinkels. die nu al zeggen dat hun uh, prijzen zullen gaan stijgen de komende maanden. En het is nog maar de vraag of prijzen dan in de toekomst ook weer zullen gaan dalen. Misschien bij grote ketens, bij uh, producten waar veel concurrentie is, zal dat wel het geval zijn. Maar denk bijvoorbeeld aan een cafetaria. Dat heb ik vaak als voorbeeld. Uh, stel, je gaat naar de cafetaria en je bestelt friet of patat. net aan welke kant van de rivier je woont. Uh, dan zul je vaak horen of zien dat de prijzen gestegen zijn omdat bijvoorbeeld uh, de oogst tegen is gevallen. Daardoor moesten de prijzen verhoogd worden. Maar je merkt eigenlijk nooit dat prijzen weer verlaagd zullen worden. Ook al gaat het goed met oogsten. En als we kijken naar oogsten, dan is het denk ik de kans dat het niet goed gaat vanwege het klimaat. Wordt steeds aannemelijker, dus alleen op dat punt al zal ook daar inflatie een grote rol gaan spelen. En dan hebben we dus gezien dat het steeds makkelijker wordt om miljonair te worden. Grote kans dat je salaris zal gaan toenemen de komende tijd. Gewoon ieder jaar zal het toenemen, maar ook je uitgaven zullen om dezelfde reden toenemen. Dat is de inflatie, dus kijk vooral naar de koopkracht en zorg dat ja, je niet alleen gaat kijken naar het bedrag dat je miljonair wordt... Maar dat je ook juist de koopkracht krijgt van een miljonair. Alleen dan op dit moment dat je dus eigenlijk ja, meer met je geld kunt doen. Dat je er meer van kunt kopen. Dat je erop vooruit gaat met je koopkracht. Dat kun je onder andere bereiken door in ieder geval te zorgen dat je je geld dat je hebt. dat je dat aan het werk zet. Want zoals ik eerder in deze video al vertelde, is het geen goed idee bij de huidige rentestand en bij de huidige inflatie om je geld op een spaarrekening te zetten. Wil niet zeggen dat je dan helemaal geen geld aan neer moet zetten. Nee, natuurlijk wel. Je moet altijd geld op een spaarrekening hebben staan om dat juist te gebruiken als financiële buffer. Alleen het levert je op dit moment niets op. Dus het is ja, niet interessant, laat ik het zo noemen, om al je geld op een spaarrekening te zetten. Je wilt er juist voor zorgen dat dat geld op een spaarrekening staat en niets te doen. Dat dat geld juist wel iets gaat doen. En daarmee bedoel ik dat het jou eigenlijk iets oplevert. Zodat je eigenlijk er in koopkracht op vooruit gaat. Nou, heel veel mensen zullen dat bijvoorbeeld op dit moment doen. Door te investeren in vastgoed, huizen kopen. Een van de redenen ook waarom huizenprijzen op dit moment stijgen. Maar denk ook bijvoorbeeld om te beleggen, aandelen te kopen. Ook dat is een manier om juist ja, je geld aan het werk te zetten. En aangezien veel mensen dat op dit moment ook doen. Is altijd ook een reden waarom aandelen nu koersen ziet stijgen, beurzen telkens een record ziet bereiken. En van die twee opties, denk ik dat het vooral beleggen is, dat voor de meeste mensen interessant is, omdat dat makkelijker te bereiken is. Je hebt ook trouwens meer variatie. Je kunt bijvoorbeeld aandelen kopen van bedrijven over de hele wereld vanuit je stoel thuis via je telefoon. Als je huizen gaat kopen heb je vaak een beperkt aanbod en je zult ook niet zo snel een huis gaan kopen in Amerika. Een, aandeel, een Amerikaans aandeel kopen doe je wel juist heel snel. Het is ook zo dat je minder kennis nodig hebt om te beginnen met beleggen. Met vastgoed heb je nog vaak te maken met regels. Uh, het gaat natuurlijk over grotere bedragen dus daar wil je zorgen dat je veel beter op ingelezen bent. En het is natuurlijk ook gewoon zo dat je een hogere drempel hebt eigenlijk bij vastgoed vanwege het bedrag. Aandelen kun je al kopen vanaf een paar tientjes. Dus de drempel om juist te beginnen met beleggen is om die reden ook een stuk interessanter en bereikbaar voor mensen. En kijken we naar rendementen uit het verleden, die natuurlijk geen garantie bieden voor de toekomst. Dan zien we dat we wel uit kunnen gaan van 7 tot 8 procent gemiddeld rendement per jaar. Halen we daar 2 procent van inflatie vanaf. En ook nog een procent aan vermogensbelasting die we zullen halen. Dan zul je zien dat je misschien 5 tot 6% rendement kunt verwachten na inflatie. Dus dat is een manier waarop je dus eigenlijk um, ja, extra geld kunt verdienen. Maar ook er juist in koopkracht op vooruit gaat. En wil je nou ook beginnen met beleggen? Nou, kijk dan naar de links in de beschrijving onder deze video. Daar staat een link naar bijvoorbeeld de Giro. Dat is de broker die ik gebruik. Om mijn aandelen te kopen. Ze hebben op dit moment trouwens ook een actie. Waar je tot 50 euro transactie te goed krijgt. Dus open gratis een account via de link onder deze video. En ik heb ook een link staan naar de beleggerstraining. Dat is een online training die ik heb gemaakt om beginnende beleggers stap voor stap te helpen om te beleggen. en dus een vermogen op te bouwen op de lange termijn. Meer dan 50 video's, meer dan 6 uur beeldmateriaal, verschillende tools een exclusieve community. Die gaat jou zeker helpen als je nog vragen hebt en helemaal nieuw bent, met het beleggen. En ook daarvan vind je dus een link onder deze video. En hopelijk ga je na het kijken van deze video dus anders denken over de term van miljonair. Want ja, miljonair nu is anders dan miljonair zijn in de toekomst. Ga ook niet alleen maar kijken naar wat jouw salaris is, maar vooral wat je met jouw salaris kunt doen. Wat de koopkracht is van jouw salaris. En laat ook vooral even weten via de reacties onder deze video. wat jij nu denkt en wat jouw plannen zijn voor de toekomst. of hoe je er op deze manier op dit moment al mee bezig bent. Ik ben wel geïnteresseerd in hoe jij dat doet. En ik denk ook dat er heel veel andere kijkers geïnteresseerd zullen zijn. en inspiratie willen halen uit jullie manier en jullie, ja, jullie, hoe je er tegenaan kijkt. en jouw plan van aanpak. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. zodat ik weet welke video's jullie interessant vinden. Vinden. Wil je nog meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video. Op die manier mis je ook nooit meer een video in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken, hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.